Goedemorgen, jongens. Welkom allemaal bij Platform BOE. Vandaag een praktijkcollege over fietsdata. Super dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Dorien ten Haven en vervent fietser en programmamanager van Platform BOE. Wij zijn het platform voor wegbeheerders en waterbeheerders en verbindend op jouw opgave. Heb je nou vraagstukken en wil je dat graag samen met andere beheerders oppakken? Neem dan ook eens gerust contact met ons op om daar over verder door te spreken. Zulke vraagstukken liggen ook ten aanzien van smart mobility. Als je in je werk te maken hebt met smart mobility oplossingen, zul je vast merken dat er veel nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn in de complexe en snel veranderende wereld. In deze collegereeks neemt Marjolein je aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in smart mobility onderwerpen, die veel wegbeheerders belangrijk vinden. Vandaag een van die onderwerpen, fietsdata. Volgens mij gaan de ontwikkelingen supersnel en de fiets is een voorwaardig onderwerp in de wereld van smart mobility. Mirjam, Rick, Els en Joost gaan je meenemen in alle ontwikkelingen omtrent fietsdata. Heel veel plezier, ik geef het woord aan Marjolein. Ja, goedemorgen, ook welkom namens mij allemaal. Marjolein van der Naadwoord ben ik. Ik wil jullie nog even vertellen dat er ook een Smart Mobility Academy is. Daar kun je een overzicht vinden van allerlei cursussen en opleidingen en andere zaken die er zijn op het gebied van Smart Mobility. Daar kun je zoeken naar doelgroep en onderwerp. Er zijn ook een aantal vakken van hbo's en universiteiten toegevoegd. Dus neem daar eens een kijkje als je meer wil weten. Maar vandaag gaan we aan de gang met fietsdata. Ik ga eerst een aantal praktische zaken met jullie doornemen en daarna geef ik het woord aan de verschillende sprekers. De aanpak van fietsdata die staat vandaag centraal. We starten zo meteen met een bijdrage van Mirjam Borsboom. Zij is strategisch adviseur fiets, internationaal en data bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En zij zal vertellen waarom het ministerie inzet op de aanpak fiets. Vervolgens komt Rick Lindeman aan het woord. Hij is projectleider fiets bij Rijkswaterstaat en nationaal wegkapitein fietsdata bij Tour de Force. En hij vertelt op welke manier dat programma Tour de Force het gebruik van fietsdata stimuleert. Vervolgens komt Els Reiniersen aan het woord. Zij is projectleider bij NDW. En zij vertelt onder andere over fietsplatform Dexter en het toepassingen van al die verzamelde fietsdata. En Joost de Kruijf, werkzaam bij Breda University of Applied Sciences, zal jullie meenemen in de mogelijkheden van datagedreven fietsbeleidsinformatie. Nou, wat dat precies is, dat wordt u dus later. Na de presentatie zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om vragen te stellen. Dat kunnen jullie doen via de chatfunctie in Zoom. En ook zullen we via Mentimeter een aantal vragen gaan stellen. En daar beginnen we zo meteen mee. Dus als jullie dat via je telefoon willen doen, dan kan dat alvast. Leg die alvast klaar. Nog wat praktische dingen. Graag de video, die mag aanblijven. De microfoon moet in elk geval uit. Je kunt speaker view instellen, zodat je een goede zichtbaarheid hebt van de spreker en de presentatie. In dat geval zie je nu mij in beeld met mijn sheets en niet alle andere camera's. Het is fijn voor ons als je je schermnaam even aanpast naar jouw naam en je organisatie. We hebben ook wel eens mensen in de meetingen die heten dan iPhone. Nou, het is toch vervelend als je een vraag stelt en ik zeg iPhone stelt een vraag. Dus pas die naam even aan. Als er nou praktische zaken zijn waar je tegenaan loopt, dan zie je in de chat ook Rianne Kroes staan van Platform BOW. Zij verzorgt de praktische ondersteuning, dus stel haar dan even privé een vraag. Alle andere vragen kun je stellen aan alle deelnemers. Dus dat kun je ook instellen in de Zoom. Deze sessie wordt opgenomen en de slides worden achteraf gedeeld. Dus je krijgt een mailtje nog van Platform BOE waar alle presentaties bij zitten. Dat even als praktische informatie. We starten met drie vragen in Mentimeter. Dus ik wil jullie vragen om naar menti.com te gaan en deze code te gebruiken die nu op het scherm staat. Rianne, misschien zou jij die ook heel even in de chat kunnen kopiëren, want ik ga zo meteen mijn scherm even wisselen. En dan is het wel fijn als de mensen toch nog de code bij de hand hebben. Nou, we zien de antwoorden al binnenkomen.
Waterschap blijft nog een beetje achterzien. Er zijn nog niet zoveel mensen van. Het is mooi om te zien dat er ook veel mensen van provincies en gemeenten zijn. Van harte welkom. Bij de vorige sessie waren er vooral veel mensen van Rijkswaterstaat. Dus ontzettend leuk dat jullie ook zijn aangesloten. Nou, er zijn bijna 100 mensen in deze meeting. Dus dat er nu pas 43 in de Mentimeter zitten, betekent dat ik nog heel even wacht. Nou, Mirjam, deze vraag die had jij wilde jij er ook graag in hebben. Het geeft in elk geval een mooi beeld van waar de mensen vandaan komen. Wil jij dat ik nog even wacht of zal ik verder gaan met de volgende vraag? Nou, het lijkt me helder wel. Ja, interessant. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Nou, dan de vraag, hoe identificeert u zichzelf? Wat is nou precies het type mensen wat hier zit? Nou, het geeft ook een beeld, Mirjam, dat er toch overwegend mannen in de zaal zijn op dit moment. Ja, toch jammer is dat, hè? Ja, het is wat het is. Ja, zo is het ook. Nou, de laatste vraag die jij graag wilde voordat jouw presentatie begint, in welke leeftijdsgroep valt u? Nou, de dertigers komen nog iets op, zie ik. Maar... Ja, dit is het, Mirjam. Dit is je publiek. Waar je dit mee mag doen. Als je er klaar voor bent, Mirjam, dan wil ik jou graag het woord geven. Want dit is wat ik aan praktische zaken en aan introductie wilde vertellen. Dus als jij jouw scherm zou delen, dan stop ik met het delen van dit scherm. Ja, dat is goed. Ik weet niet hoe jullie mij zien, maar ik zie mijzelf met een soort groene streep erdoorheen. Dat is een beetje ongezond. Maar goed, het draait ook niet om mij, maar meer om de presentatie. Leuk om te zien de leeftijd ook. Nou, toch wel interessant. Het is ook wel een beetje wat je verwacht, maar ik ben toch ook heel blij met de 20-30'ers. En ik vind het eigenlijk wel, interessant. Even kijken, ik pak mijn presentatie erbij. Oké, als het goed is, hebben jullie die nu in beeld. Mijn eigen video blijft flikkeren, dus die zet ik nu heel eventjes aan de zijkant uit. Excuus daarvoor. Mijn naam is Mirjam Borsboom. Ik ben strategisch adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En even kijken. Ja, daar is die. Ik vind het een hele eer om vanmorgen een bijdrage te mogen leveren. We werken binnen het ministerie hard aan de fiets. Niet altijd even zichtbaar, dus juist erg leuk om op verschillende manieren en platformen te kunnen delen wat wij doen. Ik ga het kijken ook door gaan tikken. Jawel, dit is ons team Fiets. Team Fiets is binnen het ministerie een onderdeel van het duurzame mobiliteit afdeling. En dat valt weer binnen mobiliteit. Dan zou je zeggen, nou, alle mobiliteit is toch duurzaam, maar dat is niet waar. Scheepvaart, luchtvaart, noem maar op. We zijn wel binnen alle mobiliteiten bezig met verduurzaming. Maar met deze leuke club mensen, misschien zie je wat bekende gezichten, onder bezielende leiding van Arlette van Gilst, linksbovenin, werken wij hard aan verschillende thema's. En dat is vooral nationaal eigenlijk. Regionale routes, fietsparkeren, noem maar op.
En wij werken ook internationaal. En dat ben ik eigenlijk meestal de persoon die dat doet. We krijgen veel vragen uit de hele wereld over Nederland, Fietsland. Maar wat je heel erg merkt eigenlijk, is dat het nu met corona natuurlijk veel aandacht toch ook op het nationale ligt en op de corona. En ook wel de kansen die corona natuurlijk biedt. Kijk even door naar de volgende. Ik hoop dat jullie een beetje van de fiets houden. Zo niet, heb ik hier twee slides. Er zijn heel veel informatie. Oh, hij klikt ook automatisch door, zie ik. Klik hem even terug, maar het is snel, het is duurzaam, het is gezond. Je kunt alle onderzoeken die samengevoegd zijn hierbij in de infographics, kun je nog rustig nalezen na afloop. Het is een redelijk schaars ja, begrip, hè, vanwege de auto. Je hebt weinig ruimte nodig. En het is ook goedkoop. En dat maakt het ook inclusief. Niet iedereen kan een auto betalen. En daarom is het iets gewoon een heel goed idee, vind ik persoonlijk. En wij van het ministerie ook. En deze aanpak die je hier op de slide ziet, geeft eigenlijk aan dat we afgelopen jaar een inventarisatie hebben gemaakt op het thema fietsdata. Wij wilden heel graag weten van waar staan we nou? Wat willen we nou eigenlijk? En vooral ook, wat is onze rol daarbij? En dan met name ook de rol van, willen we echt een actieve trekkersrol hebben? Ja, op welk gebied willen we dat dan? Zo nee, op welk gebied willen we dat dan niet? Willen we daar misschien provincies of meer de gemeentes overlaten? Nou, dat hebben we in kaart proberen te brengen. We willen ook dat er meer data beschikbaar komt. De rol noemde ik al. En echt die governance organiseren. Dus alle stakeholders bij elkaar. Ik ga wat lastige plaatjes laten zien. Maar het is echt een beetje ter info ook voor jullie, denk ik. Want het is een complex speelveld met echt veel stakeholders, veel belangen. Iedereen wil eigenlijk wel wat anders. En dan is het best wel... je bent snel geneigd om dan op een gegeven moment niks te gaan doen. Als een soort... hoe zeg je dat? Dat je een beetje in een soort freeze-stand gaat, omdat het te ingewikkeld wordt. Nou, in het begin vonden we het meevallen. We hebben 9 verschillende type data-items geïdentificeerd. Met veel dank aan Sweco, die dat voor ons uitgezocht heeft. Je ziet ze hier staan op de slide. De eerste 3 willen we echt die actieve rol in gaan spelen. En daarna komen er 2 waarvan we denken dat het initiatief elders binnen het ministerie belegd wordt. Verkeersveiligheid is zoiets dat typisch bij de afdeling verkeersveiligheid ligt. En de andere 4 hebben we of recent iets mee gedaan, zoals bijvoorbeeld de deelfietsen, echt een deelfiets-dashboard opgebouwd. Of we zijn nog heel erg opkomend, bijvoorbeeld ook de trackers op de fietsen, hè, om het al dan niet voor de gemeentes, maar ook voor de eigenaren natuurlijk als die gestolen wordt. Voor nu denken we dat onze focus het best kan liggen op de verplaatsingsdata, bovenaan de floating bike data, zoals we dat noemen, de puntdata. En de asset data, dat is meer de infrastructuur. Hoe ligt die erbij? Waar ligt die? Hoe ziet die eruit? Hoe breed is die? Noem maar op. Puntdata kan trouwens verschillende lussen in de weg zijn. Kan een camera zijn, kan radar zijn. Een vast punt scharen wij onder puntdata. Nou, wel interessant om te weten hoe zijn we tot deze keuzes gekomen. Ik ga het niet helemaal uitgebreid doornemen, maar het moet aansluiten bij onze doelstellingen. Op zich wel een inkoppertje, maar met name het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, waar we momenteel aan werken voor de toekomst. Daarmee kunnen we ook als onderdeel van het MIRT, meerjaren infrastructuurplan, willen we de fiets een serieuzere plek gaan geven. Goed nieuws, denk ik. En daarmee willen we natuurlijk wel onze doelstellingen ook goed kunnen monitoren en kunnen meten. Nou, de tweede is de focus aanbrengen in fietsdatabeleid. Zoals ik al zei, we kunnen niet alles. We hebben wel een team M&E, monitoring en evaluatie, waar we nauw mee samenwerken. Maar die doen natuurlijk ook heel veel voor andere afdelingen. Zijn niet alleen maar voor ons. En we wilden de basis eigenlijk op orde brengen voor landelijke evaluatie. En we zien dat sommige provincies en sommige gemeentes zelf echt heel ver zijn. Hele goede, mooie dingen doen. Maar andere gemeentes, provincies daar nog een beetje op achterlopen. En ja, wij willen toch ook wel graag dat bij elkaar brengen. En ook die partijen die misschien zelf niet de juiste persoon in huis hebben, toch ook op hetzelfde niveau meekrijgen. Ingewikkeld plaatje. De kern is de fietser staat centraal. Die zie je helemaal in het midden in het rondje. En bovenaan zie je in de blokken de 3 doelen die ik net eigenlijk noemde. Dus het aanjagen van datagedreven diensten, het monitoren van onze beleidsdoelstellingen en het aansturen van operationele processen. En ik denk vooral die laatste zal jullie ook aanspreken. Het raakt elkaar allemaal. Vanuit de fietser komt natuurlijk een stuk data, een stuk inwinning en een stuk beheer.
Daar zal Els straks ook nog wat meer over vertellen. Dit gaf ons in ieder geval wat helderheid van hoe weerhoudt zich dat nou tot elkaar? Een ander figuur, echte governance is dit. Na veel schuiven en puzzelen erbij eraf, zijn we erop toegekomen dat we eigenlijk als ministerie, dus het blauwe blok bovenaan, alleen al binnen het ministerie hebben we natuurlijk ons eigen team fiets, zie je rechts onderin, ons blauwe blok. Team veiligheid noemde ik al, OVS, openbaar vervoer en spoor. En linksonder zit ook nog Team Smart, die zijn bezig met een Talking Bikes aanbesteding met verplaatsingsdata. Daar wordt later ook vast nog aan gerefereerd door mijn co-sprekers. Aan de rechterkant fietsbeleid met Tour de Force, waar Rick Lindeman de trekker van is, die jullie zo zullen horen. En dan daaronder eigenlijk de marktpartijen, kennisinstellingen, natuurlijk de gemeentes, provincies, regio's, nou, noem maar op. En aan de linkerkant is nog een parallele stroom met de digitalisering van de overheid. Dat is een separaat project. En dat heette de Landelijke Dataketens. En dat is verenigd in het Landelijk Dataketenoverleg, LDKO. Noord-Brabant trekt dat, is een provincie die veel met fietsdata doet. En ik denk voor nu even voldoende. Je ziet drie lijnen hier. Links is onze IW-lijn, in het midden de Tour de Force-lijn van de fiets, waar Rick zo nog meer over zal vertellen. En aan de rechterkant is de Noord-Brabant LDKO-lijn, Landelijk Dataketenoverleg. Nou, die hebben we bemerkt dat er dus aan drie kanten op hetzelfde thema gewerkt werden. En we hebben dat vorig jaar bij elkaar gebracht. Ik denk een hele goede ontwikkeling, anders doen we alles alleen maar dubbel. En het is al ingewikkeld genoeg. En in het midden zie je gewoon 9 tafels. Dus op die 9 data items die ik in het begin noemde, willen we 9 verschillende tafels organiseren om de partijen bij elkaar te brengen. Hierbij ook een open uitnodiging om aan te sluiten. Op welk thema je maar gespecialiseerd bent of geïnteresseerd. Je mag ook bij verschillende thema's aan de tafels aansluiten. En wij als IMW zijn in ieder geval bij de eerste drie zeker aanwezig. Nou, aan de rechterkant zie je nog een tijdslijn ook voor dit jaar. Linkerkant. Hier ben ik al doorheen gegaan. Concluderend eigenlijk, de komende jaren. We willen echt een systeemverantwoordelijke voor fietsdata aanstellen. Dat hebben we binnen het ministerie nog niet gehad. Dus dat is wel echt nieuw. En ons er echt voor in gaan zetten. En ook graag samenwerken met jullie. Een nadere uitwerking van die governance, zoals je zag, was het best wel heel complex. Dus er zijn nog vast nog partijen die we niet kennen en die we nog graag willen betrekken. En we willen een monitoringsplan opstellen voor onze doelstellingen. En dat is uiteraard meer fietsers. En afhankelijk van de nieuwe bewindspersoon met de nieuwe regering zullen we ook een specifieker doel, zoals we afgelopen 4 jaar met 200.000 meer fietsforensen op de fiets wilden. Kan het doel hetzelfde blijven of verdubbeld worden of misschien wel een ander doel worden. Dus dat is nog niet duidelijk. Ik denk voor nu even voldoende. Als je in contact wil komen, mijn e-mailadres staat er ook bij. En ik hoop dat ik jullie een beetje een inzicht heb kunnen geven in de governance en organisatie en samenwerkingsperspectief vanuit het ministerie. Hartelijk dank voor de aandacht. Ja, dankjewel Mirjam. Jij sprak net over aansluiten bij een van de 9 tafels. Kunnen mensen dat doen via jou? Of hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Ja, dat is een goede vraag. Officieel gaat dat via Nathan Hooghoff van de provincie Noord-Brabant. Oké. Die trekt die tafels. Als mensen bekend met hem zijn, kunnen ze meteen misschien met hem in contact komen. Anders een mailtje naar mij of Rick gaat er straks ook nog, Rick Lindeman van Rijkswaterstaat gaat er ook nog iets over zeggen. Kunnen ze ook bij hem zich melden. Wat we ook kunnen doen. Dat is goed. Wat we ook kunnen doen is, na afloop krijgen de mensen natuurlijk de presentaties toegestuurd, dat we dat adres ook even toevoegen. Misschien is dat het handigst. Ja, is goed. Ja. Dankjewel. In de chat is ondertussen een mooie discussie ontstaan over mooie fietsbruggen in Nederland, naar aanleiding van jouw plaatje van de Hovering. Dus dat is ook wel weer grappig om te zien. Ja. Leuk, ja, de Hovering in Eindhoven. Ja, alle lof. Ik vind het een prachtig ding. Ja, dat is goed. Dankjewel, Rick. Dan wil ik jou vragen om jouw presentatie te delen met ons. Dankjewel, Marjolein. Goedemorgen allemaal. Ik, zoals Mirjam heeft mij al een beetje aangekondigd, ik ben Rick Lindeman. Ik ben de wegkapitein van de Tour de Force. Nou, de Tour de Force kennen misschien jullie niet allemaal, maar is eigenlijk een samenwerkingsverband van 35 organisaties. En dat zijn zowel overheidspartijen, of eigenlijk alle overheidspartijen. Daarnaast ook partijen als de Fietsersbond, de ANWB en Kennisinstituut. Om te kijken van hoe we nou samen die fietsagenda van de toekomst voor elkaar kunnen krijgen. Nou, mijn
Mijn naam is Rick Lindeman. En ik gebruik hem als metafoor om naar fietsdata te kijken als naar mijn bijen. Dit ben ik afgelopen vrijdag. En als je namelijk naar een raam met bijen kijkt, zie je heel veel chaos. Net zoals je naar een boel fietsers kijkt, dan zie je heel veel chaos. Maar uiteindelijk hebben die bijen hebben allemaal een doel. De ene moet honing opslaan, de andere die is bezig met de koningin te verzorgen of de larven te verzorgen. Dus die hebben eigenlijk allemaal wel een doel. Terwijl ze van de buitenkant chaotisch zitten. Nou ja, dat is eigenlijk met fietsers ook. En toch wil je daar een beetje inzicht op krijgen om daar kunnen sturen. En voor hun beter fietsbeleid te maken. Net zoals je voor de bijen toch wilt zorgen, ondanks die chaos, dat je ideale leefomstandigheden voor ze creëert. Nou, wat proberen we daar bij de Tour de Force al aan te doen? Nou, aan de ene kant proberen wij je partij samen te brengen. We proberen kennis uit te wisselen over laatste ontwikkelingen, maar ook te zorgen dat een aantal dingen gestimuleerd worden en samenwerking gebeuren wordt. En uiteindelijk zijn we eigenlijk ook de verbindende partner tussen de gemeentes en het ministerie. En de provincies natuurlijk die een belangrijke rol is. En ook pakken we een aantal gezamenlijke initiatieven aan, waar ik een paar van zal laten zien, om te kijken waar het waar je gezamenlijk een stap verder kan komen, omdat je het alleen niet kan, of dat je alleen de capaciteit niet hebt, omdat je juist wil dat iedereen het op dezelfde manier doet, door te standaardiseren. Dus we doen eigenlijk kennis delen, we doen activeren en we doen standaardiseren. Nou, deze 9 type data, daar heb je het al even over, hè, van puntdata, hoeveel fietsen komen nou eigenlijk langs dat punt, plaatsdata, waar gaan ze heen, verkeerdata, waar kan ik mijn fiets kwijt, deelfietsdata, waar vind ik een deelfiets, S-data, hoe gaat het eigenlijk met het fietspad, of bijvoorbeeld, in het geval van Rijkswaterstaat vaak, hoe gaat het met het kunstwerk. Ik zag dat Leslie aangesloten was, en daar zet ook bijvoorbeeld onderzoek na met de drones, dat soort dingen, om te kijken van of een bepaald fietspad eigenlijk wel goed is voor de intensiteit die er is. De routebelevingsdata, hoe comfortabel is die fiets, verkeersveiligheidsdata, waar gebeuren de ongelukken. Data over de fiets zelf, framenummers, heel belangrijk voor antidiefstal. En data over de fietsen, demografische gegevens, wie zijn nou de fietsers. Dat is allemaal data. Daar kan je natuurlijk nog niet zoveel mee. Ik ga straks aan het eind nog even vragen je Mentimeter, wat is nou voor jou, denk je, de belangrijkste type data? Ik denk er alvast even over na, ook met de voorbeelden die ik zo ga geven. Van, wat zou nou voor jou belangrijk zijn? Een stukje geschiedenis. Jullie hebben misschien ooit van de fietsdeelweek gehoord. Dat was in 2014 en 2016. Daar hebben we heel veel van geleerd. Van hoe je dan ritdata kan, wat je daar eigenlijk mee kan. Het was wel iets dat niet voor lange termijn op die manier kon. Ik kan een lang verhaal over vertellen, maar dat was hoe het ging. Toen zijn we eigenlijk 2017 gaan we gaan verkennen met elkaar. Wat is nou eigenlijk fietsdata? Want iedereen had het eigenlijk over iets anders. In 2019 is de zogeheten datatop 15 door het ministerie en ook samen met andere overheden gepubliceerd. Dat is eigenlijk welke datasets moeten nou eigenlijk verbeterd worden om tot een goed modern systeem te komen. Fietsdata was daar één van, dus dat was een goede manier om die manier aan te sluiten. Nou, in 2019 hebben we ook een aanbesteding gedaan eigenlijk voor de toekomst van verplaatsing data. Ik zag dat als je niet hoger door naar was aangesloten vanochtend, die is een van de partijen die aanbesteding heeft gewonnen en ook voor data leveranties gaan zorgen. En vorig jaar hebben we voor een dataplatform waar Else over gaat vertellen gelanceerd, waar je eigenlijk alle lusdata van Nederland nu op dezelfde manier wordt gedaan. We hebben nog niet alle provincies. Dus als je jezelf zo op de kaart ziet en jezelf nog niet ziet, sluit je aan, want daar zijn we ook binnen de NW is ook een mogelijkheid om je daarbij te ondersteunen. We zijn dus dit jaar meer om te refereren al. Zijn we eigenlijk gaan kijken van, als je nou structurele afspraken wil maken over data-inzameling, hoe ga je dat met elkaar doen? Nou, daar is binnen het kader van de krachtenbundeling, zoals dat dan een moeilijk woord heet, is landelijke dataketenoverleg opgesteld. Maar niet alleen over fietsdata, maar over alle type data structurele afspraken worden gemaakt. En zijn een aantal tafels waar meer aan wil aan refereren. Het blijft van fietsdata, dat is eigenlijk meer om net te vertellen. En dit jaar komen er dus heel veel belangrijke dingen, want de Talking Bikes, dus die aanbesteding, die gaat leveren. En dan komt het Nationaal Toegang Wild Fiets, wat eigenlijk de hele structuur van Fiets Nederland misschien wel gaat veranderen in de toekomst. Misschien ook nog wel een leuk iets voor een platform WOW in de toekomst om daar het over te hebben van wat dat gaat betekenen. Want eigenlijk gaan we voor het eerst een groot gezamenlijk tussen alle overheden plan maken voor de fiets. En dat betekent een stukje van verschillende kanten dat gaat aansturen. En ik weet dat heel veel van de plekken waar jullie werken ook betrokken zijn geweest met het eerste beeld daarvoor schetsen. Nou, als je nou die data hebt, dan heb je natuurlijk eigenlijk nog niks. Want je wil eigenlijk uiteindelijk informatie. Nou, dit is een voorbeeld wat we nu aan het doen zijn in het kader van snelfietsroutes. Dat is een ander onderdeel van de Tour de Force, maar daar
Daar proberen wij mee te schakelen. Stel iets goed, is een instrument dat de afgelopen jaren is opgekomen. Nou, hoe ga je daar nou op een goede manier mee monitoren? Nou, we zijn eerst ga je plannen. Dan komt er een monitoringsplan als het goed is. Vervolgens ga je data verzamelen. Dat doe je door enquêtes te doen. Daar ga je bijvoorbeeld. Maar ook waarom de mensen fietsen. Daar ga je hem verrijken. Waar zitten andere voersmiddelen? Dan ga je visualiseren en uiteindelijk kom je tot beleidsevaluatie om dat te kunnen doen. Nou, hoe hebben we dat in dit kader gedaan? Nou, we hebben in het monitoringsplan dat er is ontsneld iets goed. Dus er is nu een protocol opgenomen hoe je dat gaat doen. Hoe ga je dat monitoren? We zijn ook graag standaardiseren van welke vragen stellen we nou op bij elke snelfietsroute. Bijvoorbeeld vaak zijn de provincie iets aanleggen en die gaan dan hun eigen vragenlijst maken. Nou, dat is natuurlijk heel logisch, maar je wil eigenlijk graag dat iedereen het op dezelfde manier doet. We willen heel graag leren hoe het instrument snelfietsroute nu eigenlijk werkt. Dus als je het ook van een iets grotere afstand kijkt, want daar weten we eigenlijk best weinig van. Hè? Is het nou gewoon een iets beter fietspad of is het nou echt iets wat mensen een andere keuze doen maken? Nou, welke methodes je gaat gebruiken om te verrijken en hoe je het gaat visualiseren. In dit geval door een dashboard, zal ik zo iets van laten zien. En dan kan je dus beter een beleidsevaluatie maken. Dus op al die stappen heb je nodig om van die data die je hebt eigenlijk te komen tot daadwerkelijke informatie waar je beleidsbeslissingen kan opnemen. Joost nog een paar mooie plaatjes gemaakt, dus dat wil ik even aanzetten. Nou, uiteindelijk krijg je, dan ga ik even... uit deze share, en dan ga ik even een andere share delen. Is goed. Van deze. En dat is niet het doel. Zien jullie nu mijn Safari-beeld, Marleen? Ja, hè? Ja, nou, als je, ja dit, nu, dit, nu wel. Ja, excuus, precies dat het scherpje van Zoom zat precies op mijn knopje, waar ik dat goede tabblad ging. Nou, hier kan je bijvoorbeeld gaan kijken van wat... nog niet, er zitten nog maar een paar routes in, maar kan je bijvoorbeeld gaan kijken van de routes die erin zitten... wat is nou het doel van de fietsroute geweest van de mensen die daar fietsten voordat het de snelfietsroute kwam en daarna? En kan je een aantal routes selecteren, welke je wil. En je kan de provincie selecteren. Nou, dan kom je tot is een sheet over routebeleving. Dus wat geven mensen als rapportcijfer? Wat geven mensen aan de ritbeleving. En zo kom je steeds verder om te leren van wat is nou eigenlijk belangrijk in zo'n route. Hè? We zeggen wel dat we bankjes belangrijk vinden, maar is het nou eigenlijk belangrijk? Dan is nou de ene fietstype belangrijker dan meer tevreden dan de andere fietstype? Hè? Nou, in dit geval zie je dat de e-bikers heel tevreden zijn, maar de gewone fietsers zijn net iets minder tevreden. Nou, dat is dan een reden om het op die manier... om er op die manier naar te kijken. Daarachter ligt dus ligt onder andere het dataplatform. Daar zie je dus dat we al heel veel provincies hebben. Nou, we proberen ook op die manier steeds meer provincies te werken. Dus als je dan ziet, hier sta ik nog niet op. Hè, zeker in het noorden en het oosten. Neem contact met de NDW. Els gaat zo vertellen hoe dat gaat. Laat je nog veel meer zien. Nou, een ander voorbeeld is dus... die ga ik heel snel overheen. Omdat ik denk ook in de tijd zo zit. Dit is het deelfiets-dashboard wat is gemaakt. Bij in 2017 zullen jullie misschien nog wel herinneren... best wel overvallen door allerlei Chinese deelfietsen die ineens kwamen. Terwijl aan de andere kant denken dat deelfietsen best wel een onderdeel kunnen zijn... van een heel modern mobiliteitssysteem... waar ook dingen als Maasmobility als service concreet in zitten. Maar dan moet je wel als gemeente kunnen sturen hierop. Nou, toen is het ministerie mede afgedwongen dat al die aanbieders hetzelfde API gaan gebruiken, dezelfde standaard ook voor hun data. En wij kunnen dus nu eigenlijk van alle aanbieders zien waar nou die fietsen zijn, wat de ritten die ze zijn gemaakt zijn. Maar ook vooral hoe lang ze niet verhuurd zijn geweest. En daar kan je dan op gaan sturen. Want als dan een fiets bijvoorbeeld 2 dagen niet verhuurd is geweest, of
twee maanden niet fietsen geweest, dan moet je je afvragen van, is die aanbieder, heeft die zoveel fietsen nodig of moet je ze een keertje gaan opruimen? Op die manier kan je er ook in gaan sturen, dan krijg je er langzaam grip op. En daar kan het ook mee gaan doen in projecten als Maas. En hier hebben dus nu de eerste aanbieders, hè, die dus naast deelauto's en treinkaartjes en al andere Maas diensten ook deelfietsen gaan aanbieden in dezelfde app, zodat je dat gewoon als gebruiker kan zien. Dat heeft mij al een keertje gered, want ik was een keer mijn sleutels ergens vergeten. En op die manier kon ik toch fietsend naar huis komen, omdat ik via de app zag dat er een deelfiets was. Dus dat was heel fijn. Nou, dit zijn de eerste dingen rond die verplaatsende data. Dat gaat Els zo toelichten, dus sla ik nu even over. Nou, onze laatste ontwikkeling is dat we nu echt gaan beginnen. Hè. We proberen het ondersteunen vanuit de Tour de Force richting die LDKO-dingen, dat de groepen rond verplaatsende data en lustdata, die echt gaan draaien, ook binnenkort die rond asset data. Lustdata is een groep ook rond het NDW die daar de tools voor hebben om daar dingen te doen. Dus we proberen voor al die type data afspraken te maken. Dan komt binnenkort een vervolg van het deelfiets dashboard. Nou, Talking Bikes komt er binnenkort uit. Ik heb je net iets laten zien over de samenwerking tussen data en regionale routes. Begin volgende maand gaan we de standaard rond parkeerdata ook lanceren. Dat betekent dus dat er afspraken gaan komen, alle informatie over waar fietsen geparkeerd zijn. En dan moet je niet alleen denken aan die hippe nieuwe stationstallingen, waar je die mooie bordjes ziet van hoeveel er nog zijn, maar ook dat er een standaard formaat komt van de gewone tellingen van de plekken, want zeker de grote steden die doen gewoon twee keer per jaar doen die een telling waar alle fietsen staat en hoeveel capaciteit er is en of er nodig is. Daar willen we ook een landelijk beeld van gaan krijgen, zodat daar ook beter op gestuurd kan worden. En dit gaat ook om groot geld vaak, hè? Want als je natuurlijk door slimmer parkeermanagement kan zorgen dat je niet een fietsenstalling moet doen. Ik geloof dat die onder het Amsterdam Centraal bijna 100 miljoen kost uiteindelijk. Het gaat echt om groot geld wat je dan door slim data inzet misschien een stuk beter kan inzetten. Maar ja, dan wil ik nou eigenlijk de vraag lanceren. Stop ik nog even in de share. Met wat jullie nou eigenlijk voor jullie de belangrijkste vorm van fietsdata is. Als je dit gehoord hebt, heb je nou een behoefte aan in jouw beleidsvorming? Ja, ik was inderdaad, ik hoorde hem. Ik zat alleen mijn unmute knopje te zoeken. Even kijken waar. Als het goed is zijn de mensen nog ingelogd, want het is dezelfde Mentimeter. Dus ik open nu de volgende vraag. En dan zal ik ook mijn scherm even met jou delen, Rick, want dan kun jij de resultaten zien. Dus aan welk soort data heeft u behoefte? En het is voor jou ook goed om te weten dat er ook een discussie is in de chat. Met een aantal vragen, die wil ik ze ook nog even aan je stellen. Dus als het goed is, kunnen mensen in de Mentimeter nu de vragen gaan beantwoorden. Rick, zal ik jou ondertussen die vraag even stellen? Er is sowieso een opmerking gemaakt dat er ook wegbeherende waterschappen zijn. Blijkbaar gebruiken jullie ook wel de woorden gemeente en provincie. En worden de wegbeherende waterschappen overgeslagen, maar die zijn er wel zeker, wordt hier gezegd. Dus dat is ook ik wil ook wel uitnodigen die waterschappen. Van, dat is ook wel een partij die in ons, in ieder geval de Tour de Force, heel weinig langskomt. Dat is zeker zo. Nou, een uitnodiging dus bij deze. Als ik mijn pet opzet van Rijkswaterstaat, dan werken we wel best veel samen. Zeker bijvoorbeeld in Zeeland, hè, waar echt een heel belangrijke wegbeheerder is voor fietspaden. En bijvoorbeeld, we komen natuurlijk vaak, bijvoorbeeld bij recreatieve projecten, komen we waterschappen heel vaak tegen bij routes die langs de dijken gaan. Dus het is een goed punt. Een goede opmerking. Maria die vraagt, wat wordt er allemaal meegenomen in routebelevingsdata? Wat voor soort informatie zit daarin? Nou, dit is, ik kan je het protocol kunnen we hier mede wat in zitten. Nou, het is vooral van, het is voor een deel dus de vragen van wat zit. Het gaat voor een deel over het comfort van de route, maar het gaat ook over de aantrekkelijkheid van de route die daarin zitten. Oké, en aantrekkelijkheid, zat dan bijvoorbeeld ook bomen langs de weg? Want daar vraagt Bastiaan naar. Dat is dan voor me aantrekkelijkheid. Ik kom steeds meer langzaam op de bewijs ophangen. We weten dus nog best wel wat weinig van dit soort dingen. Er zijn nu een aantal onderzoeken die zien dat fietsers, als ze meer comfortabel en aantrekkelijke route hebben, best wel bereid zijn om langer te fietsen. Dus dat gaat het aandaagje van zo'n direct mogelijke route, wat je met een snelweg hebt, dat klopt misschien eigenlijk helemaal niet als je gaat kijken. Hè. Dus dat is ook bij de... Als je teruggaat naar mijn plaatje van de bijen. Het is niet zo dat... kijk, Joost geeft al informatie op precies die beleving, want hij heeft meer dat protocol ook gezegd. Maar er komt steeds meer informatie, dus dat fietsen ook dan ook andere keuzes maken. Hè. En als verkeerskundigen die hier vast ook verder zijn, nemen natuurlijk altijd de maximale utiliteit vaak als standaard voor hoe we routes aanleggen. Maar die moet je misschien wat anders definiëren.
Ja, ja, en aantrekkelijkheid is natuurlijk ook maar de vraag wat voor de een aantrekkelijk is, is het voor de ander natuurlijk niet. En er is ook nog een vraag, en dan wil ik zo even weer terug naar de Mentimeter. Jan vraagt, waarom is er geen data over de kwaliteit van de fietspaden, als in breedte, obstakels, oversteken, verkeerslichten? Nou ja, dat is dus blokje S-data, zit daar heel erg in. Daar zijn we aan het werk. Die is de NWB, dus Nationaal Wegenbestand, heeft vorig jaar al een stap gemaakt om in ieder geval de fietspaden beter in hun systeem te krijgen. Dat wordt nu uitgebreid met de breedte. Dus dat is iets wat er aankomt. Daarnaast is traditioneel de Fietsersbond daar heel veel informatie over in hun fietsrouteplanner. Dus die worden door sommige provincies ook gebruikt. Want dat soort data is heel goed voor bijvoorbeeld het opzetten van risicogestuurd beheren. Hè? Dat je op die manier kijkt van wat de status is. Dus die data we hebben heel veel gemeensbehoefte aan. Dus daarom is ook S-data een van de prioriteiten die Mirjam ook aangaf. Van, hè, dat is iets waar echt wel wat op moet gebeuren. Weten we eigenlijk nog best wel weinig van. Nee, dat is ook een goede, mooie ontwikkeling. En dan gaat een vraag over dat dashboard wat jij liet zien. Is dat gepresenteerd dashboard openbaar, wil Ronald graag weten. Je vertelde ook ik maak hem even af. Je vertelde ook over informatie over het monitoringsplan en dergelijke. Is dat allemaal openbaar? In principe is dat, dan moet ik even de... Ik weet niet helemaal precies hoe het zit, maar het is nu gepresenteerd aan alle provincies in de toevoersrouteploeg. Het is ook een openbare link die erin zit. Ik weet eigenlijk niet of dat... Volgens mij komt ook nog een definitieve versie die binnenkort daarop komt. Maar het is het wel allemaal openbare data. Dus ik weet eigenlijk niet hoe Birgit Kannegieter die trekt dat... misschien kan Joost daar ook even wat daar precies de planning van is. Maar het is eraan het aankomen. Dat het zoveel mogelijk juist gebruikt wordt. Ja. Zoals bijvoorbeeld die de mobiliteitsscan nu ook heeft opgekocht om voor iedereen aan te kunnen bieden, zodat zoveel mogelijk mensen dat soort instrumenten kunnen gebruiken. Ja, dat is goed. Nou, misschien kunnen we ook eventjes in de informatie die we nasturen, het contactnummer van Tour de Force, die zal jij misschien ook nog wat delen opnemen, dan kunnen mensen daar kijken. Rick, de mensen hebben gestemd in Mentimeter. Nou, in ieder geval het is redelijk eensgezind. Dat zijn de puntdata en de verplaatsingsdata zijn degene waar het eerst meeste behoefte aan is. Nou ja, dat zijn dus ook, ook twee prioriteiten om die op orde te krijgen. Ja. En die puntdata, denk ik, is voor een belangrijk deel al nu heel veel beschikbaar. En ik zou zeker ook mensen aanraden om zoveel mogelijk, als je het nog niet hebt, daar je data in de NW kunnen zetten. Want je hoeft het in principe niet echt zelf te doen. Het idee is dat je, als je opdracht geeft voor een telling, dat je gewoon vraagt van, hey, doe het volgens de standaard die het NW vraagt. En zorg dat jullie het op publiceren. Dat is van de meeste grote databoeren die kennen inmiddels het systeem. Dus als je dat vraagt als gemeente, kunnen ze dat ook gewoon voor je doen. Dat is zeker een oproep naar de gemeente die erin zit. Ja. De verplaatsingsdata, zag ik niet Els de gras voor de... die gaat daar verder op in. Nou, zo meteen een mooi bruggetje misschien naar Els. Of jij had jij nog een laatste dia die je wil laten zien, Rick? Met misschien wat informatie? Of is dit het einde voor jou? Ik had nog een laatste sheet met nog even twee agenda, maar die kan ik ook even zo doen, anders blijf ik delen. Nee hoor, ik kan hem ook weer stoppen. Ja, Joost zegt inderdaad van ja, het is openbaar met de, en binnenkort komt de definitieve versie. Dat is eigenlijk mijn zeker. Oké. Okay. Dus dat is goed. Mijn laatste sheet is nog even volgens mij staat er alleen maar even op een aantal data. Ja, dus 1 juli is de lancering van de parkeerdatastandaards. Na de zomer gaan we nog weer een kenniscafé doen. Want we proberen dus elk kwartaal een kenniscafé vanuit de Tour de Force fietsdata te doen. Dat kan je via fietspraat opgeven en dan krijg je daar elke keer informatie over. Blijf je ook in die ring. Dus kan je alles kijken, is het een interessant onderwerp om bij aan te sluiten. Over die regionale routes willen we zeker eentje na de zomer doen. Dus dan zal het in ieder geval gelanceerd zijn. En nogmaals, de oproep sluit je aan. Hè, of door je data erbij doen, de data aan te leveren via naar het platform. Of om mee te participeren in zo'n LDKO-tafel. Als je zegt, hier heb ik een mening over dit type data, bijvoorbeeld die S-data of die routebeleving. Sluit je aan, want die dingen worden nu georganiseerd. Dus dan heb je invloed over hoe we dat in de komende tijd daarvoor wordt ingezet. Voor mij, Marleen. Nou, dankjewel. Dankjewel, Rick. Ook al een aantal vragen beantwoord. Ik zag ondertussen dat in de chat Joost inderdaad de antwoord heeft gegeven op de vragen over het dashboard. Dus dat is fijn. Dankjewel daarvoor, Joost. Els, dan zou ik jou willen uitnodigen om vanuit het NDW wat meer te vertellen over de fietsdata die jullie binnenkrijgen en hoe die, wat daar dan ook weer de toepassingen van kunnen zijn. Oké.
Bedankt. Ik begin gelijk met het delen van mijn scherm. Ja, daar is die. Ik ga jullie iets vertellen over de mogelijkheden met de fietsdata, zowel met de inhoud als met de manier waarop je die kunt krijgen. En ik begin met een paar Mentimeter vragen. Oh nee, ja, de data, hoe komen ze in een paar toepassingsmogelijkheden? Maar we beginnen met een paar Mentimeter vragen. Nou staat hierboven zomaar wat vragen over de fietsers in uw gemeente, maar dat kan natuurlijk ook gewoon beantwoord worden over de fietsers in uw beheersgebied, dus voor een provincie of voor Rijkswaterstaat. Marjolein, wil jij achter elkaar deze vier vragen door de Mentimeter heen halen? Ja, dat doe ik. Els, ik heb de eerste ook al opengezet en dan zal ik eventjes ook mijn scherm delen, zodat iedereen kan zien wat de antwoorden zijn. Dus dan neem ik jouw scherm weer even over. Nou, de vraag wat de drukste fietslocatie is, die wordt nu beantwoord door de mensen. Het is een beetje spannend in evenwicht. Iets meer nee dan ja. Els, kun je er iets mee? Gewoon ook om de mensen er zichzelf van bewust te krijgen. ja. wat ze misschien wel aan data zouden moeten willen weten. Doe maar de volgende. Is dat op deze locatie? Dus als het gaat nog steeds over die drukste, is ja. dat recreatief of woon-werkverkeer? Weet u dat? Nee, dit is wel een leuke presentatie voor Marjolein. Die had ik nog nooit eerder gezien. Zo leren we weer van alles vandaag, Els. Ja. Er zijn toch ook wel veel mensen die het eigenlijk niet weten, hè? En iets anders zou kunnen zijn dat het een combinatie is. Maar ook, Woonschool wordt heel terecht in de chat gezet als andere ja. dingen. Dat is ja. iets waar we vaak helemaal geen ook een heel slecht beeld van hebben. Dus dat is heel terecht. Ja, dat is ook een goede, ja. Ja, dat is ook een mooie opmerking. Nou, mooi, dankjewel voor de antwoorden. En dan doe ik de volgende nu. Is het aantal fietsers op die drukke plek dus in coronatijd toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? Het is minder druk geworden, Els, daar lijkt het op. Ja. Ja, maar zeker als mensen aan schoolverkeer denken, fietsers naar school, die waren natuurlijk dicht veel, die scholen. Dat begrijp ik ook. Zullen we de laatste erin gooien? Ja, is goed. Ja. Weet u waar de spookfietsen zijn? Misschien weten mensen wel helemaal niet wat spookfietsen zijn, Els. Spookfiets is een fiets die op het fietspad fietst, maar dan eigenlijk de richting op waar de wegbeheerder hem niet op wil hebben. Oftewel, dus de broert om aan de andere kant te gaan fietsen. De tegen de richting in fietsen. Tegen de gewenste richting in, ja. Ja. Ja, want fietsers gedragen zich toch niet altijd zoals je als wegbeheerder zou willen. Nou, er zijn toch best wel mensen die wel weten waar die zijn. De spookfietsen. Ik denk dat iedereen die wilde stemmen gestemd heeft. Els, dan stop ik met het delen van mijn scherm. Dan moet ik zelf weer opnieuw delen of gaat het vanzelf? Nee, er gaat helemaal niks vanzelf. Dus als jij hem nu, je hebt hem nog openstaan als het goed is. Als jij op share drukt, dan komt dat goed. Ja hoor, daar komt hij alweer. Ja, Oké, daar is hij weer. Nou, dat is gewoon een beetje om een idee te krijgen van...
wat je voor vragen zou kunnen beantwoorden op het moment dat je met fietsdata aan de gang gaat. Oh, dit gaat nu te snel. Mijn muis heeft vanochtend de geest gegeven, dus ik doe het nu met de touchpad. Daar word ik helemaal verdrietig van. Want het gaat nu veel sneller door mijn plaatjes heen dan dat ik bedoeld had. Even kijken of ik het weer terugkrijg. Soms werkt het ook wel eens om page-up te gebruiken, bij mij in elk geval. Misschien helpt page dat. Up. Ja, dat werkt. Dank je. Top. We hebben fietsdata, fietsteldata en het fietsplatform Dexter. Dat is een platform wat we eigenlijk als NDW al hadden voor het autoverkeer. Dat is uitgebouwd met een versie voor het fietsverkeer. Wat kun je daarin opvragen? We hebben daar een online verkenner in. Je geeft een aantal locaties op. En dan krijg je uurgeaggregeerde gegevens in een grafiekje van die locatie. En dan kun je, zoals je hier linksboven ook ziet, kiezen tussen verschillende weergaves. Deze is dan de weergave intensiteit per voertuigcategorie. Dan hebben we een aantal standaardrapporten. 4 zijn dat er, waar de gegevens geaggregeerd in zitten. Er zijn standaardrapportages die je voor een variabele periode kan aanvragen, voor bijvoorbeeld een maand. Maar dit is een voorbeeld van een standaardrapport wat je altijd voor een heel jaar aanvraagt. En dan krijg je voor een heel jaar het verloop in je rapportage te zien. En als je daar allemaal niet in vindt wat je wil weten, dan kun je ook nog een CSV-bestand of een Excel-bestand downloaden. Dan kun je zelf aangeven hoe je de data geaggregeerd wil hebben. Binnen het rode cirkeltje hier zie je staan dat er elk kwartier geaggregeerd is. Je kunt ook kiezen voor een uuraggregaat of voor een weekaggregaat of voor een maandaggregaat. Dan hoef je niet altijd een heel jaar op te vragen, maar vraag je een beperktere periode op. En daar zit zelfs de optie in om binnen de tijdsperiode die je opvraagt ook nog alleen maar de ochtendspits of alleen maar de avondspits of alleen maar alle zaterdagen en zondagen op te vragen om heel gericht een analyse op de data te kunnen gaan doen. En op het moment dat de dataleveranciers, de gemeentes dus, of de partijen namens de gemeentes, meerdere klassificaties beschikbaar hebben, dan kunnen wij ook meerdere klassificaties uitleveren. En we zijn natuurlijk voor het uitleveren afhankelijk van wat er binnenkomt. Dit is een voorbeeld van een locatie waar de intensiteit in snelheidscategorieën is ingewonnen. En dan zie je onder de grafiek in kleurtjes welke snelheden de daar gepasseerde fietsers gereden hebben. En dan kun je ook weer binnen zo'n grafiek, als je hem live zou demoen, kun je dan weer aanklikken en dan poppen de cijfertjes op in beeld. Hoe komen die data nou bij ons? Nou, niet vanzelf. Gemeenten of partijen namens gemeenten leveren die data aan NDW. En je ziet hier het plaatje wat Rick ook al had. Het is eigenlijk vooral heel veel Randstad Zuid-Nederland op dit moment waar wij data van hebben. En er zit ook een verschil in de types data. We hebben permanente locaties en periodieke locaties. Permanente locaties zijn locaties die op de kaart het paarse bolletje hebben. Daar wordt vol continu gemeten en daar ontvangen wij de data soms per week of soms per dag. Maar in principe heb je daar over een hele lange periode achter elkaar data. En daarnaast hebben wij ook periodieke locaties. Dat zijn locaties vergelijk die met de fietstelweken, de fietsteldata, waar gedurende een bepaald aantal weken per jaar door een partij voor een wegbeheerder data ingewonnen wordt. Nou ja, je is natuurlijk, als je met een periodieke locatie aan de gang gaat, moet je goed weten welke periode dat heeft. Dat kun je allemaal opzoeken in het dataplatform. NDW heeft een aantal raamcontracten met teldata leveranciers, die dus ons formaat kennen en weten hoe daarmee omgegaan moet worden. En NDW biedt ook de service als een gemeente of provincie data wil inwinnen, dat wij samen met die gemeente of provincie de contractvorming doen en de uitbesteding organiseren en begeleiden. Maar natuurlijk kan, wat Rick net ook al zei, je zelf de organisatie van het inwinnen van de data doen. Maar als je dan je data wil delen als open data, dan is het wel heel handig als je met ons even contact opneemt in elk geval om te weten dat je de goede documentatie meestuurt als je aan je opdrachtnemer de opdracht mee wil geven, dat hij de data ook aan NDW gaat leveren.
Nou zijn er natuurlijk ook heel veel historische data, hè, teldata uit het verleden. Oneerbiedig zeggen wij daar vaak de schoenendoos tegen. Ook daar zijn mogelijkheden voor om die data aan te bieden aan het Dextra Data Fietsdata Platform. Dat is vaak wel handwerk per organisatie of in elk geval iets waar goed naar gekeken moet worden. Maar daar hebben wij capaciteit voor en daar gaan wij ook graag in mee om te zorgen dat je op een goed moment een beter gevulde database met open data over de telgegevens krijgt. Want die vraag over corona, die heeft onze verkeerskundige inderdaad ook in de allerlei rapportages van het ministerie beantwoord met behulp van een combinatie van historische data die wij uit de regio Rotterdam-Den Haag hebben ingeladen en verse data die uit permanente metingen van die regio Rotterdam-Den Haag binnenkomen. En dat was eigenlijk een van de weinige gebieden waar wij al voldoende historische data in het systeem hadden om dat ook die vraag mee te kunnen beantwoorden. Nou, wat hebben wij nog meer in het fietsdataplatform? Wij hebben velogdata met wachttijden uit de verkeersregelinstallaties. Dat is eigenlijk een continue stroom van data tussen een verkeersregelinstallatie en NDW. En we zitten op dit moment in een testfase met de gemeente Den Haag. Ik dacht dat er een stuk of 5, 6 VRI's inmiddels aangesloten zijn. Maar het hele systeem is wel opgebouwd om generiek ingezet te worden. Dus als andere provincies of gemeentes daar belangstelling voor hebben, kunnen ze daarvoor ook contact met ons opnemen. Een van de dingen waar we tegenaan lopen in de testfase is dat om dit werkend te krijgen, om die continue stroom van data goed te kunnen handelen, elke individuele verkeersregelinstallatie met een VPN-fysiek op NDW moet worden aangesloten. Nou, wat komt daaruit uit die velogdata? Dat is eigenlijk heel simpel. Wat je hier aan de linkerkant op het scherm ziet. Een Excel-tabel met tijdvakken. En dan bij kruispunt 221 of bij verkeerslicht 221 heb je de gemiddelde wachttijd en de maximum wachttijd. Dat is wat er gegenereerd wordt als aan output. Er zijn wel wat aanvraagparameters bij. Als je dat verder visueel inzichtelijk wilt krijgen, dan moet je zelf aan de gang gaan met bijvoorbeeld Excel. Maar zo'n grafiekje als daar rechts staat precies hetzelfde in als in dat tabelletje daar links. Dat kun je in Excel met 2 drukken op de knop kun je dat maken. Dan vervolgens als laatste de floating bike data. Ook die hebben we. Die stromen sinds oktober 2020 binnen. Dat zijn data die een tweetal dataleveranciers in een opdracht vanuit het ministerie in het kader van Talking Bikes leveren voor het aansturen van de IVRI's. Met als spin-off dat de ruwe data ook bij NDW terechtkomen. Die data wordt geen open data, die wordt wel mogelijk geleverd aan overheidspartijen. Daar gelden wel wat voorwaarden voor. Er moet een licentieverklaring getekend worden. En als je als overheidspartij het niet zelf gaat analyseren, maar het laat analyseren door een ingenieursbureau, dan moet ook degene bij dat bedrijf die dat gaat doen, die licentieverklaring tekenen. Hoe kom je aan die data? Nou, op dit moment nog niet, want er zijn nog 2 security issues die opgelost moeten worden voordat we deze data gaan vrijgeven. In de testomgeving hebben we ze al wel. Je vraagt ze op door een polygoon, een cirkel, een vierkant, een vrije vorm te tekenen op de kaart van Nederland. En dan krijg je alle fietsritten die in dat gebied hebben plaatsgevonden in de periode die jij hebt gevraagd. En die fietsritten krijg je als puntinformatie. De verplaatsingsdata zijn eigenlijk spotjes van het waarnemen van waar was de fiets op welk moment, GPS-locatie. En aan die waarneempunten wordt dan een aantal gegevens toegevoegd. Onder andere de volgorde van dat punt binnen de fietsrit. Het tijdstip, hoe hard reed de fietser en welke richting ging de fietser uit. Oftewel een kompasrichting. Ging hij rechtdoor naar het noorden, ging hij rechtsaf. Nou, daarmee kun je routes weer maken.
Dat moet je dan op dit moment nog doen buiten het dataplatform, in Excel of in een GIS-systeem. Als je die punten in een logische volgorde achter elkaar legt, dan kun je daar een route van maken. Dan kun je de lengte van de route bepalen. Dan kun je kijken van waar lopen de lange routes, waar lopen de korte routes. Je kunt het begin- en eindpunt van de route koppelen aan een gemeente- of een wijkkaart. En dan kun je een HB-relatie maken. Dat is het tabelletje wat hier rechts staat. Er gingen 9 fietsers van de wijkcentrum naar de wijkcentrum. Er gingen er 12 van de wijkcentrum naar de wijk Noordoost. De echte kenners van deze data zien dat dit een uitsnede van Apeldoorn is geweest. Maar als je zelf je eigen omgeving kent, dan kun je dit goed interpreteren. En je kunt ook gaan kijken, en dat hebben we nog niet gedaan, maar het is natuurlijk interessant om te gaan kijken hoe je die verplaatsingsdata kunt gaan koppelen met de telgegevens van de puntdata. Om te kijken, want de verplaatsingsdata van de Talking Bikes, dat is een uitsnede van alle fietsers die daar rijden. Als een fiets niet aangesloten is bij een van de leveranciers die die data aanleveren, dan heb je hem niet, zeg maar. Dus de dekkingsgraad is onbekend. Maar je zou met koppeling met de teldata daar mogelijk wel interessante informatie uit kunnen halen. Ik heb hier het plaatje van Den Haag, wat Rick net ook al had. Dit zijn 4000 fietsritten in 4 dagen tijd, ergens eind oktober, begin november, in de omgeving van Den Haag. En dat ziet er zo uit. Nou, dan zie je wel gelijk waar het druk is en waar het niet zo druk is. En eigenlijk heb je met 4 dagen het hele stratenpatroon van Den Haag ongeveer wel in beeld, althans op grote lijnen. Als je daar wat in gaat inzoomen, en dan ga ik echt heel diep inzoomen in dat stuk wat er een beetje dik en druk uitziet, dan zie je dat deze data die ik hier laat zien, en dit zijn de data van één van de twee aanleverende partijen, dit zijn ruwe GPS-data waar de aanleverende partij verder helemaal niets mee gedaan heeft. Oftewel, je krijgt een lijn tussen een GPS-punt en een GPS-punt. En dat betekent dat als twee fietsers dezelfde route rijden, maar hun GPS-punten net op een ander punt opgenomen zijn in de data, dan krijg je al die lijnen die een beetje dwars door elkaar lopen, maar grosso modo toch wel gewoon een bepaalde richting en een bepaalde verplaatsing weergeven. En als je nog ietsje verder inzoomt, dan zie je dat nog iets beter. Nou, als je dat dan verder bekijkt, en nu gaan we echt in detail, dit is een kruispunt waar alle routepunten aan elkaar geplakt zijn tot lijnen, maar waar ook pijltjes neergezet zijn op elke plek waar zo'n routepunt zit. Dus waar een waarneming geweest is. En dat pijltje zit dan in een kleurtje en wijst de richting uit waar de fietser in gaat. Dus je ziet het patroon hoe de fietsers gereden hebben. Nou zit hier zo snel te zien geen spookfietser tussen, maar je zou op deze manier dus heel de spookfietsers in beeld kunnen krijgen. Maar wat je hier ook in beeld krijgt, als je dan één route eruit pakt, even kijken, mijn muis. Ja, dat is mijn. Jullie zien mijn muis ook, hoop ik. Als je dan één route eruit pakt, dan zie je het snelheidsverloop bij al die punten. En dan zie je hier twee nulletjes vlak bij elkaar staan. Kijk, dat is natuurlijk interessant. Dat lijkt op het moeten wachten voor een verkeersregelinstallatie om daar linksaf te mogen slaan. Maar dan heb je natuurlijk de lokale kennis nodig om te kijken of dat echt het geval is. Maar je zou dus heel goed op detailniveau kruispuntanalyses met deze data kunnen doen. Ook al is de dekkingsgraad minder goed of niet bekend. Eens even kijken, dat is wat ik jullie te vertellen heb, jongens. Het fietsdataplatform is open data. Dat ontsluiten wij op twee manieren. Via echte open data in de zin van, daar kan iedere Jan met pet bij. Daar staat, dat is de bovenste link. Dan hebben wij daarnaast ook het Dexter Data Platform. Daar mag in principe ook iedereen bij, maar dat zit wel achter een login. En als je daar een login voor wilt hebben, dan kun je je even melden bij onze service desk. En als je nou wil weten hoe moeten die data aangeleverd worden, die informatie staat ook op onze NDW Open Data omgeving. Dat is best een lastig document en dat is best een pittig document, maar daar kun je mee beginnen. En als er vragen zijn, kun je altijd het liefst via onze service desk, want daar wordt elke dag goed naar de mail gekeken. Maar anders via mij of contact opnemen hoe dit moet. We hebben een dataformaat voor de teldata en een apart dataformaat voor de floating. En dit was het, volgens mij.
Helemaal goed, ja. Els, dank je wel. Ja, nog één. Nee, oh, ik heb nog één. Nu begint mijn buurman te boren, dus daar gaan jullie last van krijgen. Ik heb nog één vraag. Als we nou allemaal gaan fietsen, gaan dan fietsfiles het probleem worden? Maar die hebben we niet meer in de Mentimeter gezet. Nee. Nou, misschien dat als mensen daar iets over willen zeggen, kunnen ze dat in de chat doen en dan kunnen we daar nog op terugkomen. Ja. Ik heb nog wel een vraag aan jou, Els. Dus ik hoop dat het boren van de buurman niet te veel herrie maakt. Erik Sander die vraagt, welke inwindsystemen, lussen, camera of radar, zitten er in Dexter? En levert dit ook verschil in kwaliteit op, die verschillende systemen? Het eerste weet ik het antwoord op. Afhankelijk van welk inwindsysteem gebruikt wordt, dat zie je aan de data. Dus je kunt bij de data zien op wat voor manier dat ingewonnen is geweest. Mm-hmm. Of dat verschil in kwaliteit oplevert, dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dat weet ik niet. Oké, maar eigenlijk zeg je alle drie die systemen kunnen voorkomen, zowel lusdata als camera als radar. Oké? Ja. En hij vraagt ook nog, hoe gaan jullie om met groepen fietsers die over lussen rijden? Hoe worden die geregistreerd? Worden die geteld? Die worden in principe geteld, ja. Mm-hmm. Er zijn dus kwaliteitseisen aan de dataleveranciers, zeker voor daar waar NDW de contracten beheert, waarin dat wel opgenomen is. Hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar ik zal dat nagaan, hoe dat precies is. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, dat is goed. Maar jij zegt, er is een protocol voor. Rick weet dat. Nou ja, als ik er nog iets over zeggen. Ja, er zijn... Het is inderdaad waar dat, zeker bij lusdata, zie je vooral 1, 2 veel wat je kan tellen. En niet precies. Er zijn inmiddels, je kan er wat aan doen door combinatie van verschillende databronnen te gebruiken. Bijvoorbeeld VRI's kunnen wel vaak goed tellen als het groepen zijn. Maar het is wel iets om over na te denken als je dat op hele grote drukkere routes af en toe doet, hoe je daarin zit. En sowieso moet je bij alle data, je hebt een ander plaatje niet laten zien, je moet nooit vergeten dat je zelf moet blijven nadenken. Want het is ook zo dat je moet kijken van wanneer is het eigenlijk gemeten, hè, van dit data. Is het een doorlopende stroom? Ik heb bijvoorbeeld laatst een onderzoek dat zei van ja, er wordt vrijdag veel meer gefietst. Toen kwamen ze eruit en toen bleek ze uiteindelijk ja, maar het is ook vooral vrijdag gemeten. Dus dat soort dingen. Dus je moet niet vergeten dat zeker bij zo'n grote dataset waar er heel het land in zit, daar zit dus ook, hè, de data is in hetzelfde formaat, maar het is altijd goed om na te denken van wat is nou eigenlijk gemeten en wat zegt het nou eigenlijk. Ja, maar dat is een soort meta-opmerking over data, denk ik, Rick, dat je altijd goed moet kijken van waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken. Dankjewel, Els. We gaan door met de laatste bijdrage van Joost. Joost, mag ik jou vragen om je scherm met ons te delen? En dan hebben we na jouw presentatie nog wat tijd om een aantal vragen uit de chat. Oh, ik dacht, we doen eerst de Menti. Maar, wat jij wil? Ja, doe die maar. Dan hebben we, want we gaan toch naar een ander verhaal. Oké. En dat zijn de vragen. Dan start ik hem nu, de volgende vraag. Dat zijn drie stellingen, heb jij, die je de mensen voor wil leggen. Ja. Ik zal mijn scherm dan even delen, want dan kan iedereen ook meteen zien welke antwoorden er worden gegeven. En de stelling luidt... Ja, ben je het eens of oneens, is natuurlijk de vraag. Omdat we al zoveel kennis hebben op het gebied van autogerelateerde smart mobility, is toepassing in de fietspraktijk relatief eenvoudig. Dus we kunnen gewoon copy-paste doen. Alles wat we nu over auto weten, dat kunnen we ook gewoon op de fiets toepassen. Ben je het daarmee eens of niet? Nou, je ziet hem verschuiven. De meeste mensen zitten wel een beetje aan de oneens kant, Joost. Nou, gelukkig. Ja, jij hebt ook een voorkeursantwoord, begrijp ik al. Nou ja, nee, maar het is wel een beetje om de toon te zetten voor de presentatie. Dus als nou iedereen in volledig eens zit, dan heb ik wel een moeilijk ding. Heb je nog een half uur om iedereen te overtuigen? Nee, want ik ga geen geloof prediken. Dus helder. Ja, helder, hè? Zal ik de volgende stelling erin gooien? Ja, perfect. Die is, als er op een fietspad een toename van het aantal fietsers wordt gemeten, is dat een duidelijk bewijs van effectief fietsbeleid? Ja, daar zijn mensen toch ook niet zo mee eens. Zelfs nog iets minder dan net. Oh. Ja. Ja, dan mag je door. Ja, want er hebben al 60 mensen gereageerd. Dat is op zich... Een fietser kiest altijd de snelste route van herkomst A naar bestemming B.
Ja, hebben ook mensen, 60 mensen gereageerd. Ik ja. heb het beeld, daar kan ik dan wel mee uit de voeten. Prima. Zo, ik ga mijn scherm delen. Zo. Goed, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Joost de Kruijf van de Breda University of Applied Science. Mijn presentatie gaat heel erg over datagedreven fietsbeleid innovatie. De Mentimeter slaan we even over. Kijk, uiteindelijk het verhaal wat ik normaal vertel heeft heel veel facetten. Dus ik dacht, in plaats van alleen maar te kunnen zenden, hebben we eigenlijk ook een stukje voor het, als je thuis nog iets terug wil lezen, heb ik er een minuutje van gemaakt. Met 8 facetten over hoe we nou eigenlijk tot kennis komen. Datagedreven beleidsinnovatie, GPS-datacollectie, fietsbereikbaarheid, de voorkeuren van fietsers, bicycle-oriented development en een paar laatste ontwikkelingen die we doen met onder andere de provincie Utrecht, zag ik al in de chat, de verkeersregio Amsterdam of de vervoerregio Amsterdam, de provincie Brabant, provincie Zuid-Holland. En een laatste dingetje, en daar begin ik dan even mee voor het beeld, knowledge clips. Want er werd net al in de chat gevraagd van, hoe zit dat eigenlijk met de data uit het verhaal van Rick? Van, oh, wacht even, nou gaan we heel snel. Even wachten hoor. Het DVD-menu is echt wel super lekker om te gebruiken in een presentatie. Terug. Nou, dit is een beetje... Wacht even. Zo, terug. Wat we namelijk doen, wij zijn een University of Applied Science, dus eigenlijk alle data die wij genereren, die is voor openbare toepasbaarheid. En wat ik even wil gaan doen voor degenen die mij niet kennen, dan beginnen we toch vooraan bij Building Knowledge. We zijn al een paar jaar bezig aan het vormgeven van datagedreven fietsbeleidsinnovatie. We hebben meegewerkt aan de Nationale Fietsstelweek. Waar we eigenlijk hebben gezegd van het is super interessant om meer vanuit data fietsbeleid te kunnen verbeteren. En uiteindelijk hebben we daar in de tussenliggende periode een aantal innovaties op gepleegd met partners in ons werkveld. Nou, ik heb toch het idee, datagedreven fietsbeleid innovatie. Om even het verhaal wat ik wil vertellen te positioneren. Er zijn verschillende manieren om tegen data aan te kijken. En uiteindelijk is er een keten, data, informatie, kennis, inzicht en innovatie. En wat wij heel erg leuk vinden, is het verhaal van ja, wat voor kennis hebben we nou nodig en wat voor inzicht willen we hebben. Dus ik moest wel lachen om de Menti-vraag van Rick, omdat we gewoon ook met Rick in een goed gesprek zijn. En Rick vroeg jullie van welk soort data heeft u behoefte? Waar wij altijd dan gekscherend zeggen, ja, het gaat niet over de data, het gaat over de informatie. Hé, hey, dat vertelde ik inderdaad ook. Wat zeg je? Dat heb ik inderdaad heel braaf verteld. Ja, nee, zeker, zeker. Maar ik dacht dan haak ik daarop in. Want uiteindelijk volgens mij maakt hij inderdaad van, ja, we hebben data en daar moeten we informatie kennis van maken. Dus wat eigenlijk heel leuk is, dat die verhalen samenkomen. Dat aan de ene kant heel erg grondig wordt nagedacht over hoe gaan we met de data om in Nederland. Hoe slaan we het op zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Dat wij meer van de rechtse kant van het spectrum komen van ja, welke kennis en inzichten willen we graag genereren. Nou, dit gaat wat ver, maar uiteindelijk, dit is het plaatje wat Rick ook deelde om even die referentie te maken. Inderdaad, Rick, van ja, als we kijken naar de planning van snelfietsroutes, dan hebben we monitoringsplan nodig, dataverzameling. Om uiteindelijk beleidsevaluaties te kunnen doen. Want uiteindelijk de wethouders en gedeputeerden willen wel goede sier kunnen maken met effectief beleid. En daarvan is de fiets natuurlijk een hele belangrijke als duurzaam alternatief. Nou, er zitten wat skips in, dat is vervelend. Die GPS-data die ga ik niet toelichten van hoe we dat precies doen. Die kunt u thuis nog nakijken, maar ik skip even naar fietsbereikbaarheid. En dat is wel een interessante. Om even een klein stukje inhoud te doen, maar daar ga ik heel kort doorheen. Vroeger, toen ik studeerde, toen werd heel vaak de fietsbereikbaarheid van openbaar vervoerhaltes uitgedrukt in afstand. En er werd gezegd, van, ja, op een bepaalde 300 meter van een bushalte is nog een catchment area voor een voetganger. En toen hebben we gezegd, van, ja, dat is interessant, maar eigenlijk met de opkomst van die GPS-data... zouden we
veel beter inzicht kunnen geven, omdat we natuurlijk rekening moeten houden met de infrastructuur voor de fiets, maar ook met de snelheid van de fiets. Dus wat we toen hebben gedaan is eigenlijk de GPS-data, zoals Elsem al even liet zien, daar hebben we eigenlijk bewerking op gedaan om van afstand naar reistijd te kunnen gaan. En het mooie daarvan is dat we niet alleen rekening houden met het netwerk en de snelheid van de fietsers, maar ook met de vertraging als gevolg van verkeerslichten en andere barrières in het netwerk. En wat dan eigenlijk heel kort door de bocht gezegd het interessantste is, dit is trouwens een plaatje tussen de stad Tilburg en Waalwijk in het noorden. Daar hebben de regio, dat wil zeggen provincie, de regio Hart van Brabant en de lokale wegbeheerders gezegd, wij willen graag een snelfietsroute ontwikkelen die eigenlijk Waalwijk en Tilburg verbindt over een lengte van 16 kilometer. En wat dan het interessante is, hoeveel impact heeft de snelfietsrouteontwikkeling op de doorstroming en de actieradius op de fiets? Want je wil eigenlijk wel weten, wat is nou de potentie van de aanleg van de snelfietsroute? En dat kwam net al even terug en er kwam ook een vraag van Klaas Frieso voorbij in de chat, zag ik net. Dus daar probeer ik ook even meteen op te reageren. En dat was ook een beetje de stelling en ik ben blij dat daar ook op gereageerd werd in de Mentimeter van ja, het is allemaal niet zo makkelijk om al die kennis die we al hebben op smart mobility vanuit de auto door te kopiëren op de fiets. De fiets is echt een ander iets, omdat we heel veel verschillende type fietsen hebben. We hebben heel veel verschillende type fietsers en dan hebben we ook nog een hele grote variatie aan type fietspaden. Wat wij wel doen is in onze analyses onderscheid maken in fietsers. Want dat is even een stukje inbeeldingsvermogen. Maar stel, je meet een gemiddelde fietssnelheid op een fietspad van 12 km per uur. Met GPS-data. Dan zou je zeggen, van ja, 12 km per uur. Een beetje orde grootte, gemiddelde fietssnelheid is 15 km per uur. Dus 12 km per uur, daar is iets aan de hand. Dat gaan wij niet weerleggen. Maar als je een groep studenten hebt of een groep scholieren, die hebben de kunst om bijna stil te staan en toch te fietsen met heel veel fietsers naast elkaar. Dus als een groep middelbare of lagere scholieren, denk met name middelbare scholieren, 12 km per uur fiets, is dat nog geen probleem. Een groep forensen die over het algemeen toch een snelheid hebben van tegen de 20 km per uur, als die 12 km per uur moeten fietsen, dan is er iets aan de hand. En eigenlijk op autogebied, alle auto's kunnen harder dan de maximaal toegestaande snelheid. Dus daar zit veel meer uniformiteit in, omdat het niet door spierkracht aangedreven is. Dus wat we eigenlijk, en dat was eigenlijk de stelling ook, van kunnen we die link maken naar autoverkeer? Ja, die kunnen we wel maken, maar uiteindelijk omdat het door spierkracht aangedreven verplaatsing is, reageert het anders en moeten we dus in de analyses ook andere dingen gaan doen. Nou, dit is de snelfietsroute nog even tussen Tilburg en Waalwijk, maar dan een plaatje, hoe ziet het er in de praktijk uit? En wat we dus doen op basis van het plaatje wat Els heeft gepresenteerd, is hebben we algoritmiek ontwikkeld om uiteindelijk de doorstroming op die route te kunnen laten zien. En wat je eigenlijk ziet in het plaatje rechts op beeldscherm is, naarmate de link roder wordt, heb je meer vertraging. En wat u nu ziet is een tunnel die gerealiseerd is vlakbij het Efteling Hotel om de doorstroming voor het autoverkeer te verbeteren en de veiligheid voor de fietser te verhogen. En het interessante is nu op basis van nieuwe GPS-data of we kunnen kijken of dit punt, wat eerst een gelijkvloerse met door verkeerslicht geregeld punt is, of daar de doorstroming echt verbeterd is. Maar dat zijn wel inzichten die we eigenlijk op basis van GPS-data hebben gebouwd. Dit is even een plaatje, daar ga ik niet heel erg diep op in, maar dit is wel een verschil tussen de 90 percentiel snelste fietsers, de langzaamste fietsers en de mediaan van de, nou, laten we zeggen, de gemiddelde fietser. En dan zie je toch dat op een aantal punten de snelle fietser echt veel sneller is dan de langzame fietser. En dat is natuurlijk wel interessant, want daarmee kun je dus zien waar eigenlijk de grote problemen zijn voor de afwikkeling van fietsverkeer. Dat wil niet zeggen dat je overal iets aan kan doen, maar je weet in ieder geval wel vanuit beleid waar de moeilijke punten zitten voor de fietser op basis van gemeten data. Die skip ik even. Nou, dit is een beetje hetzelfde verhaal. Waarom is dit dan interessant? Omdat heel veel regio's snelfietsroutes willen ontwikkelen. En daar is wel een ding bij, want sommige regio's zeggen, ja, het mag geen snelfietsroute heten. Daar gaan we vandaag, wat mij betreft, niet zo heel erg diep op in. Maar wat je dus ziet op dit plaatje is Den Bosch en Os. Het linker plaatje geeft weer hoe snel je ergens komt. Dus vanaf het centraal station in
Den Bosch kun je richting het oosten fietsen naar Os. En daarmee kunnen we laten zien dat het ongeveer meer dan 45 minuten kost om van Den Bosch naar Os te fietsen. Door de aanleg van de F59 wordt de snelheid veel hoger, waarbij je eigenlijk een vele snellere verbinding krijgt, waar hele grote delen van Os 5 tot 10 minuten fietstijdwinst hebben. En 5 tot 10 minuten fietstijdwinst is echt een enorme impact op de potentie van de hoeveelheid fietsers die dan toch gaan fietsen op die verbinding. Dat wil niet zeggen dat alle fietsers van Os naar Den Bosch gaan fietsen, zeker niet. En het is ook onzin dat mensen aan het begin van de snelfietsroute op de snelfietsroute komen en dan tot het einde doorfietsen. Uit onderzoek is ook gebleken dat heel veel mensen een stukje van de snelfietsroute nemen, omdat dat een enorme vooruitgang is van hun dagelijkse verplaatsingen. Ik ga hier ook nog heel eventjes kort op in. Want wat we eigenlijk dus doen, en dat komt al door het verhaal heen, is het verschil tussen het fietspad, de fietser en de fiets. Dit is de koning, dit plaatje of deze foto heeft op de krant gestaan bij Velocity 2017 in Nijmegen. En wat we hebben gezegd, en dat sluit ook weer een beetje de link naar alle presentaties hiervoor, met name ook op teldata. Teldata is super belangrijk, doen we al jaren. Maar wat nu eigenlijk mooi is door de toevoeging van allerlei talking bikes, apps, maar ook fietsstimulerings apps zoals RingRing en het bierrijdersprogramma in de provincie Noord-Brabant. We krijgen steeds meer GPS-data en wat we dan kunnen zeggen, het is mooi dat we kunnen meten door heel veel verschillende aanbieders hoeveel fietsers er fietsen op een bepaald stukje infrastructuur. Maar wat we dan ook kunnen laten zien is de herkomst en de bestemming van alle fietsers. Dus even voor de beeldvorming. Ik heb nu het wegvak geselecteerd waar de koning op fietste op het plaatje. En eigenlijk het plaatje wat u nu ziet is de herkomst en bestemming van alle fietsers die gebruik maken van die verbinding. Dat maakt het wel interessant. En dit is even zonder heel veel lokale kennis van het gebied in Arnhem-Nijmegen. Die hebben 3 bruggen liggen. Dus dan is het ook heel interessant van welke brug kiezen de fietsers nu. En liggen de infrastructurele voorzieningen ook op de plek waar je ze als fietser zou willen hebben. Nou, dat is mooi. Ik had nog een andere Menti-vraag. En dan kunnen we ook ondermand kunnen we nog wat dingetjes laten zien. Dit was eigenlijk de vraag, kiezen fietsers altijd de snelste route? Daar waren jullie overwegend mee oneens. Dat is fijn. Dit plaatje toont het ook aan. Dit stukje in Leiden, waar eigenlijk het plaatje weergeeft met de rode balkjes waar de fietser zou fietsen als ze de snelste route zou fietsen. En de groene balkjes naast de gele. En misschien zijn ze wat slecht zichtbaar, maar die is de route die fietsers fietsen. En daarbij is eigenlijk de foto's heb ik er even bij gedaan. De groene route, dus de route die heel veel gefietst wordt, is eigenlijk een comfortabel ingerichte route die net iets langer duurt omdat je wat verder moet fietsen, maar wel veel levendiger is en ook gewoon veel comfortabeler. Nou, en uiteindelijk is dit wel een winst. En waarom is dit een winst? We maken natuurlijk fietsbeleid. We maken ook fietsbeleid netwerken. Dus wat is eigenlijk het fietsnetwerk? En met die GPS-data krijg je een verdieping van zijn nou ook de punten waar we fietsers tellen? Wordt daar ook gebruik van gemaakt? En zo ja of nee, moeten we dan ons fietsnetwerk aanpassen? Of kunnen we dan de fietser verleiden om over de links te fietsen waar we ze eigenlijk zouden willen hebben? En dat is natuurlijk moeilijk, want een fietser laat zich niet zo makkelijk leiden als een automobilist. En dan in combinatie met Nederland als eigenwijs volkje is het ook niet evident dat alles zomaar te sturen is. Maar deze plaatjes geven wel inzicht op basis van de GPS-data hoe de fietser zich verplaatst over het netwerk. Dit is nog wel een interessant laatste dingetje. Dit ga ik niet helemaal uit, jullie worden er niet op overhoord. Maar dit is eigenlijk een telpuntenreeks op het Rijn-Waalpad tussen Arnhem en Nijmegen. Er zijn veel meer telpunten aanwezig. Uit de GPS-analyse die we daar gedaan hebben, blijkt dat heel veel tellingen dubbel geteld worden om mensen gebruik maken van het fietsnetwerk. En ondanks, want dat is wel interessant, ondanks de hoeveelheid telpunten, zijn er ook heel veel mensen die gemeten worden met GPS die geen enkel telpunt kruisen. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben een super uitgebreid telprogramma en toch blijkt dat de fietser en het gedrag van de fietser weer barstig is. Nou, dat is eigenlijk wel de mooie toevoeging van GPS-data op teldata. Oh, deze ga ik even skippen, want die is anders komen we in tijdnood voor de vragen en de antwoorden.
Maar wat wel heel erg leuk is, en dat, dan kom ik toch op de laatste sheet die ik net al probeerde aan te klikken, er ging eventjes iets mis. Want wat we doen, ook in samenwerking met Mirjam en met Rick en met het NDW en met alle andere partijen in Nederland binnen Tour de Force, proberen echt wel die kennis beter te ontsluiten. Dus wat we ook aan het doen zijn, is het maken van kennisclips. Om uiteindelijk heel veel kennis die we met z'n allen al ontwikkeld hebben vanuit Nederland ook te bundelen en in het netwerk te delen. Dat tot zover, omdat ik zie dat het 9:50 is en er ook gelegenheid moet zijn voor vragen. Ik weet niet of ik mijn scherm open hou om, als iemand zegt laat nog iets zien, wil ik het met alle liefde en plezier laten zien. Wat ik zei, iets zijn gedeeld, dus iedereen kan dit thuis ook op het gemak bekijken. En als er vragen zijn, nog de vragen later nog stellen. Ja, dankjewel Joost. Dus misschien inderdaad goed om even te zeggen dat de manier waarop jij de presentatie hebt gemaakt, daar kunnen de mensen thuis ook op klikken en dan komen ze ook op de goede pagina. En dus zo wordt hij ook gedeeld zometeen. Ja. Ik heb inderdaad wel twee interessante vragen ook in de chat. Hendry die zegt, naar aanleiding van jouw verhaal over de brug in, waar de koning fietste. Fietspontjes zijn natuurlijk ook heel belangrijk in het netwerk. Wordt daar ook onderzoek naar gedaan? Ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. En dat is wel heel interessant. En ik had al gezien dat Hendry heel actief is in de chat. Ja. Ik ga even van de recent insights ga ik even een plaatje delen. Deze kunnen we niet toelichten. Dit is een plaatje wat we met de provincie Utrecht hebben gemaakt. Maar dit is wel een plaatje. Nederland is bezig met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Over waar moeten we nu op investeren de komende tijd. En wat we hebben gedaan is een analyse tussen de... dit is een plaatje van Zuid-Holland uiteraard. Een analyse gedaan op waar zitten nou de grootste vertragingen tussen de... tussen de zones en het rechtse plaatje geeft eigenlijk weer waar zijn de ontbrekende schakels. Een pontje is een heel belangrijk onderdeel in het netwerk, maar omdat de pont heen en weer moet, zit daar wel heel veel vertraging op. Dus op punten waar een pontje vaart, mist over het algemeen een cruciale verbinding. En juist in de analyse die we nu gedaan hebben, samen met de provincie Brabant en Zuid-Holland, krijgen we heel erg goed inzichtelijk van ja, is zo'n schakel nu cruciaal in het netwerk? En zouden we daar iets aan moeten kunnen doen? Omdat het gewoon belangrijke schakels zijn in het geheel. Ja, dat is een goeie. Ja, dus ja, daar wordt onderzoek naar gedaan. Oh, ja, ik had hem ook korter kunnen doen inderdaad. Ik probeer ook gewoon richting 9:50 nog wat vragen af te tikken. Erik Sander die vraagt, hebben jullie binnen het fietsbeleid normering voor reistijden, aantal stops of totale wachttijd op routes? Dus heb je daar ook... Het korte antwoord is nog niet. Dat ga ik heel even kort proberen toe te lichten. Omdat inderdaad in de richtlijnen staat het minimaliseren van het aantal stops in het netwerk. Uit GPS-data blijkt dat heel veel kruisingen geen stop zijn voor de fietser. En dat is natuurlijk interessant. Maar er zijn natuurlijk heel veel kruisingen in het netwerk waar gewoon de fietser doorfietst. En met name de kruispunten die met verkeerslichten geregeld zijn meestal de punten waar gewoon het autoverkeer en het fietsverkeer elkaar waar heel veel fietsverkeer zit. En de vraag is ook, wat is erg? Als je 16 kilometer fietst en je hebt één verkeerslicht waar je moet wachten, is dat dan zo erg voor de fietser? Dus er loopt een discussie met een aantal aangesloten wegbeheerders die met ons actief samenwerken van ja, wat zou nou een norm kunnen zijn? Ja, want het is ook contextspecifiek, zeg je eigenlijk. En het lastige daarvan is dat je dan ook... wat is dan het handelingsperspectief voor een gemeente? Want sommige punten zijn niet op te lossen, omdat daar gewoon een natuurlijke barrière zit, of juist een kruispunt wat fysiek niet aangepakt kan worden. Ja. En dan heeft Maria nog een vraag over de kennisclips. Is er ook een kennisclips over verkeersregelingen voor fietsen bij kruispunten? Daar een kennisclip van? Nee, nog niet. Maar dat is wel een interessante, want wat we hebben gedaan eigenlijk is een aantal clips opnemen om ook een beeld te schetsen van wat kan daarin komen. En het is groeiende. En dat is nog een traject waar we ook met name met Mirjam en Rick bijvoorbeeld in zitten. Van ja, wat zijn nou de relevante kennisclips om te delen en welke kennis is echt van toegevoegde waarde? Dus goede suggestie, ik zal hem opschrijven en dan nemen we mee om nog daarin te ontwikkelen. Zijn er gezellige collega's bij jou ook op de achtergrond, Joost? Ja, ik kan daar heel weinig aan doen. Ja, ik ben op de campus, dus excuus voor de... Nou, het is niet erg. Iemand heeft het gehoord.
Er waren nog wat vragen over wat zijn criteria voor de plekken die als telpunt of sensor worden aangemerkt van Bastiaan. Zijn dat alleen kruispunten? Nee. Dat is gewoon en dat zei Els volgens mij ook al. Je moet ook met de lokale kennis gaan kijken wat er aan de hand is. Dat is zeker niet alleen kruispunten. Oké, nou helemaal goed. En we hebben ook als een soort samenvatting van de chat is er een discussie geweest inderdaad over ook de spookfietsen of fietsers. Els, daar heb je ook wel iets in losgemaakt bij de mensen. Daar waren ook wat suggesties voor wat dat dan zijn. En er zijn ook mensen die elkaar al antwoorden geven. Dus dat is ook heel fijn. Dankjewel Joost voor jouw bijdrage. Leuk om die voorbeelden te zien. De presentaties worden dus ook gedeeld met iedereen. Dat is ook mooi om te weten. Ik wil naar een afronding toe. Als jullie nog vragen hebben die nog opploppen na deze presentaties, of als je weer aan het werk bent, je kunt altijd een mailtje sturen aan een van de sprekers. De mailadres die zie je hier staan op de sheet. Wij zullen deze presentaties dus ook nog doorsturen naar jullie na afloop. Dus dat is ook goed om te weten. De sprekers hebben zelf ook bij hun presentatie soms aangegeven voor welke vraag je waar kunt zijn. Els die gaf ook op haar sheet aan dat voor sommige vragen je beter naar het service.nl kon mailen. Dus kijk daar even naar. Ondertussen heeft Platform WOW een link gedeeld naar het evaluatieformulier in de chat. Vul dat ook in, want we willen heel graag weten wat jullie ervan vinden. En ook van de vorm waarin we dit hebben georganiseerd. En de duur, is het te kort, is het te lang? Nou, laat het ons weten, want daar kunnen we wat mee doen. Over 2 weken is alweer het laatste praktijkcollege in deze reeks over smart mobility colleges. Die gaat over cybersecurity en privacy. In de chat werd daar nu ook een vraag over gesteld. Je verzamelt van allerlei data, maar kan dat allemaal wel? En iemand merkt ook op van je zou fietsers eigenlijk wel de hele route willen volgen. Van waar beginnen ze nou, waar gaan ze nou naartoe? Maar kan dat wel vanwege de privacy? Nou, in dat college hoor je daar ook wat meer over. Welke regels moet je daarvoor in acht nemen? En welke voorbeelden zijn er waarin dat wel is gelukt om die data op die manier te beveiligen? Dus daarvoor kun je je nog inschrijven via de website. En na afronding van die hele reeks, dus na volgende over 2 weken, gaan we het platform WOW kijken of er ook nog een vervolg komt op deze serie. Zijn er zoveel vragen gekomen dat we nog een reeks maken of niet? Daar gaan we het over hebben. En wil je zelf iets organiseren? Dorien ten Haven, die zei het ook al bij de opening van dit college. Je kunt altijd contact met ons opnemen om te kijken van, nou, kunnen we iets voor je doen? Het is wegbeheerders voor wegbeheerders, dus laat het weten. Als er verder geen vragen meer zijn van jullie kant, dan wil ik graag de bijeenkomst beëindigen. Ik kijk nog heel even in de chat. Mensen vinden het een leuke bijeenkomst. Dat is heel fijn om te horen. Nog wat suggesties voor vervolgen, die nemen we zeker mee. Els die maakt nog de opmerking dat de wegbeheerder bepaalt waar hij wil dat er geteld wordt. Dat klopt, hè? Je bent zelf als wegbeheerder natuurlijk in charge. En mensen bedanken iedereen. Nou, dat is leuk. Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil Mirjam, Rick, Els en Joost natuurlijk een speciaal woord van dank geven voor hun ontzettend interessante presentatie. En hoop ik alle anderen binnenkort te zien bij het laatste praktijkcollege. Dus hartelijk dank voor uw deelname en graag tot een volgende keer.